In een vorig hoofdstuk hebben we gekeken naar faseovergangen bij normale druk. Nu gaan we eens kijken naar de invloed van de druk op die faseovergangen. En een zeer belangrijke regel is de regel van Thomson. De regel van Thomson zegt dat bij een faseovergang zal bij een drukverhoging de vorming van die fase bevorderd worden die het kleinste volume inneemt. Passen we dat nu even toe op smelten en stollen. Wat zal er met de smelttemperatuur gebeuren als de druk toeneemt? Nu, voor de meeste stoffen, die gaan in vaste toestand een kleiner volume innemen dan in vloeibare toestand. Gevolg, als de druk toeneemt, dan zal het gebied links van de smeltlijn, waar we de vaste fase hebben, gaan toenemen. De smeltlijn zal dus niet perfect verticaal zijn, want dat zou willen zeggen dat die smelttemperatuur onafhankelijk is van de druk, maar die zal lichtjes oplopen naar rechts. Dus voor de meeste stoffen zal de smelttemperatuur toenemen als de druk toeneemt. Er is echter één grote uitzondering op, dat is water, maar ook daar voldoet men aan de regel van Thomson. Stel dat we een perfect verticale lijn zouden hebben, dan wil dat zeggen dat er geen invloed is van de druk op de smelttemperatuur. De regel van Thomson zegt dat de fase die het kleinste volume inneemt bevorderd zal worden als de druk toeneemt. Nu weten we dat bij water ijs een groter volume inneemt dan water. Met andere woorden, de vloeibare toestand neemt het kleinste volume in. Dus het gebied aan de rechterkant zal gaan groter worden. Dat wil zeggen dat de smeltlijn oploopt naar links en dat de smelttemperatuur van ijs zal afnemen als de druk toeneemt. Eigenlijk hebben we hetzelfde verhaal bij verdamping en condenseren. Bij verdamping hebben we tot nu toe enkel gesproken over verdamping in een open ruimte. Nu gaan we eens kijken naar verdamping in een gesloten ruimte. Wat gebeurt er eigenlijk? Wel, stel, we hebben een gesloten vat met daarin een bepaalde hoeveelheid vloeistof. Verdamping is een proces dat optreedt aan het oppervlak. Dus hier en daar aan het oppervlak gaan vloeistofdeeltjes voldoende energie hebben om aan de vloeistof te ontsnappen en dan komen die in de dampfase terecht. Naarmate er meer deeltjes in de dampfase terechtkomen, gaan er ook meer botsingen zijn tussen die deeltjes en tussen die deeltjes en de wand en zal de druk gaan toenemen. Dit proces blijft zich verder zetten. Er gaan altijd maar meer en meer deeltjes uit de vloeistof ontsnappen naar de dampfase. Er gaan altijd meer deeltjes in die dampfase komen. Het aantal botsingen gaat toenemen, dus de druk zal nog stijgen. Maar op een bepaald moment wordt daar ergens een maximum bereikt. Want als er meer deeltjes in die dampfase terechtkomen, dan krijg je eigenlijk het fenomeen dat vloeistofdeeltjes die ontsnappen, die komen in die dampfase, die botsen tegen die damdeeltjes en vallen terug naar de vloeistofdeeltjes. Je krijgt als het ware twee processen. En op een bepaald moment ontstaat er wat men noemt een dynamisch evenwicht. Gaan er evenveel deeltjes van de vloeistoffase naar de dampfase als er deeltjes van de dampfase naar de vloeistoffase gaan? Schijnbaar gebeurt er niets. Maar er gebeurt eigenlijk heel veel. Er gaan evenveel leerlingen het klaslokaal buiten als er leerlingen het klaslokaal binnenkomen. Het aantal leerlingen binnen het klaslokaal blijft hetzelfde. Men zou kunnen zeggen, er verandert niets. Maar je hebt eigenlijk twee processen die elkaar perfect tegenwerken. Nu, zolang er nog altijd dampdeeltjes in die dampfase kunnen bijkomen, spreekt men over een onverzadigde damp en is de maximale dampdruk nog niet bereikt. Op een bepaald moment is het maximaal aantal deeltjes bereikt. Dan spreekt men over de maximale dampdruk. En men zegt dan dat de damp verzadigd is. Nu spreekt het voor zich dat de temperatuur een invloed zal hebben op die maximale dampdruk. En net zoals dat we een smeltlijn hebben, kunnen we hier een dampspanningslijn gaan tekenen. Bevinden we ons links van de dampspanningslijn, dan hebben we vloeistof. Bevinden we ons op de dampspanningslijn, dan hebben we vloeistof. Of vloeistof plus verzadigde damp of verzadigde damp. En bevinden we ons rechts van die dampspanningslijn, dan hebben we onverzadigde damp. Die dampspanningslijn die heeft een eindpunt. Er is een bepaalde druk en een bepaalde temperatuur waarboven we een gas onmogelijk nog kunnen omzetten naar een vloeistof.
hoe groot we de druk ook maken. En deze temperatuur noemen we de kritische temperatuur, die druk noemen we de kritische druk. Merk ook op dat ik de naam gas gebruik. Waarom? Wel, eigenlijk kunnen we geen onderscheid meer maken tussen vloeistof en damp. We hebben zo'n soort nieuwe toestand, gas. Hoe kunnen we dat eindpunt verklaren? Wel, als we naar de massadichtheid gaan kijken van de vloeistof, daarvan weten we dat als de temperatuur toeneemt, dan gaan die vloeistofdeeltjes verder uit elkaar gaan. Met andere woorden, de massadichtheid neemt af. Als we naar de massadichtheid van een damp gaan kijken in functie van de temperatuur, hoe hoger de temperatuur, hoe meer de massadichtheid van die damp zal gaan toenemen. Maar op een bepaald moment komen die als het ware samen. Ik kan geen onderscheid meer zien tussen een vloeistof en een damp. En vanaf dat moment spreken we dus van een gas. Goed. Verdamping in een gesloten ruimte, het beginsel van wat? In een gesloten ruimte gevuld met een verzadigde damp verplaatst een stof zich van een warmer naar een kouder gedeelte van die ruimte. En dat staat bekend als het beginsel van wat? Jullie kennen wellicht wel de polshamer of de liefdesmeter op de kermis. Ja, als je een ruimte hebt gevuld met een vloeistof en je gaat daar je hand rondhouden, dan gaat die vloeistof eigenlijk gaan verdampen. Die damp gaat zich verplaatsen van een plaats met hoge naar een plaats met lage druk. Met andere woorden, die damp gaat zich verplaatsen naar de andere kant. Dus de damp verplaatst zich en eigenlijk condenseert. Net zoals een smeltlijn, een kooklijn of damspanningslijn, kunnen we ook een sublimatielijn gaan tekenen. En als we al die lijnen samenbrengen in één diagram, dan krijgen we, zoals men dat noemt, het toestandsdiagram van een stof. Waarom het toestandsdiagram? Wel heel eenvoudig. Als wij de druk kennen waarop die stof zich bevindt en de temperatuur, ja, dan kunnen wij, afhankelijk van het gebied in het diagram waar we ons bevinden, zeggen in welke aggregatietoestand die stof zich bevindt. Hier, links van de smeltlijn en links van de sublimatielijn hebben we de vaste toestand. Tussen de smeltlijn en kooklijn hebben we de vloeibare toestand. Onder de kooklijn onverzadigde damp. Onder de sublimatielijn onverzadigde damp. Het eindpunt van de kooklijn, de kritische temperatuur, kritische druk, hebben we reeds besproken. Boven die temperatuur hebben we een gas dat we onmogelijk, hoe hoog de druk ook wordt, nog kunnen omzetten naar een vloeistof. Verder hebben we nog een zeer speciaal punt, dat is namelijk het snijpunt van die drie, van de smeltlijn, de kooklijn en de sublimatielijn. Dat punt noemt men het trippelpunt. En de naam zegt het zelf, bij die bepaalde temperatuur, de trippelpuntstemperatuur, en die bepaalde druk, de trippelpuntsdruk, zal de stof in zijn drie aggregatietoestanden tegelijkertijd kunnen voorkomen. Water zal dus tegelijkertijd kunnen stollen en koken. Die temperatuur en die druk zijn specifiek voor elke stof. Bekijken we even het toestandsdiagram van water en ijs en waterdamp. Hoe zien we dat het van water, ijs of waterdamp is? Heel eenvoudig. Ja, heel typisch is dat in dit fasediagram loopt de smeltlijn op naar links. Dat hebben we vroeger reeds besproken. Merken we ook op dat eigenlijk de normale atmosferische druk, ja, dat, of de trippelpuntsdruk, dat die lager is dan de normale atmosferische druk. Met andere woorden, bij normale atmosferische druk zal ijs bij opwarmen eerst omgezet worden naar water en bij verder opwarmen zal dat water omgezet worden naar waterdamp. Dat is uiteraard niet altijd het geval. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar het fasediagram van koolstofdioxide, dan zal het zo zijn dat die trippelpuntsdruk gelegen is
boven de atmosferische druk. Dat wil zeggen dat bij normale atmosferische druk zal vast CO2 bij opwarmen de sublimatielijn snijden en omgezet worden naar gasvormig CO2 zonder eerst vloeibaar te worden. Ook aan de smeltlijn, die oploopt naar rechts, kunnen we zien dat dit uiteraard niet het fasediagram van water is. Hier zie je voor alle duidelijkheid nog eens de twee toestandsdiagrammen naast elkaar.